In Loop, een ludieke modeshow voor en door studenten. Een overzicht van de mode in de jaren 80. Een Amerikaans fenomeen, Billy Boy en zijn modepop Medvani. En de nieuwste linnencollecties voor de zomer. Dat alles en veel meer in Loop woensdag 1 mei om 10:15 op TV1. En nu is het zover. Anderhalf uur rechtstreeks de openingsshow Kom op tegen kanker. Tientallen WRT-mensen staan klaar in Gent, in Oostende en hier in Brussel. Voor show, voor animatie, voor flitsen van de recordpoging van de NMBS. Want de langste trein ter wereld, 70 rijtuigen achter één locomotief, trekt de BRT-actie Kom op tegen kanker op gang. Wat er in het kader van de actie allemaal staat te gebeuren, dat weet niemand beter dan initiatiefneemster Cathy Lindekes. Wij schakelen over naar Cathy in het Amerikaans theater. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Walter Meeuws en ik kom op tegen kanker. Op deze wijze werd door elke medewerker een duidelijk standpunt ingenomen tijdens de eerste Kom op tegen kankeractie. Het is bijna niet te geloven, maar het is nu ruim inderdaad 2 jaar geleden dat Cathy Lindekes via Radio 2 de hartewens uitsprak om een actie op getouw te zetten ten voordele van de strijd tegen kanker. Haar oproep werd massaal beantwoord in gans Vlaanderen en in een mum van tijd werd met enorm veel enthousiasme een meer dan 100 miljoen ingezameld. Dames en heren, ik heb het genoegen om u voor te stellen aan het hart, de motor en de vrouw die deze actie in goede banen leidt, Cathy Lindekes. Goedenavond, Cathy. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hier in dit prachtige decor van het befaamde Volkshuis van Horta, dat de gelegenheid van Flanders Technology International terug in elkaar werd gezet, geven wij vanavond het startschot voor de tweede Kom op tegen kankeractie. Dat het een heel lange campagne zal worden, dat staat nu al vast, want we eindigen pas op 7 december. Vanavond gaan we even vertellen wat er de volgende maanden allemaal te gebeuren staat. En dat doen wij niet alleen, want er zijn vanavond nog een heleboel bekende gezichten bij. En inderdaad, dames en heren, in deze zithoek zullen Martin Tange en ik een aantal gasten ontvangen waarmee we een kort gesprek zullen voeren. En wat gaat u van ons horen? In de eerste plaats nieuws over de kinderkankercentra. Die hebben bij de eerste Kom op tegen kanker een groot deel van de opbrengst gekregen. En ze hebben daar heel goed gebruik van gemaakt, dat zult u horen. Voorts ook informatie over de preventiecampagne. Dat is het eerste doel van deze Kom op tegen kankeractie. Een gesprek ook over palliatieve zorgen. Dat is een moeilijk woord voor stervensbegeleiding. Het klinkt misschien een beetje droevig in een feestelijke uitzending, maar u zult merken, ook dat is hoopvol. En tenslotte alles wat u wilt horen over de cursus Stoppen met Roken. Een cursus die u binnenkort op de BRT kunt volgen. Wil u nog veel meer over Kom op tegen kanker vernemen, dan kunt u ook bellen. En hoe dat in zijn werk gaat, dat verneemt u van Martijn de Jonge. Ja, inderdaad, Martin. Ik sta hier voor het telefoonpanel liever samen met Ludgard Simons. En wij gaan kijken wat hier allemaal binnenkomt. Die telefooncentrale wordt geleid door de alombekende, nooit meer weg te slaan, telefonist van de BRT. Sommigen noemen hem zelfs al Hallo Paat, Harry Gijskens ofwel Harry Telefonte. Harry, doe het goed straks. En om het helemaal makkelijk te maken hebben wij van de RTT een telefoonnummer gekregen dat we ook kunnen behouden tot op het eind van het jaar. Dus de hele weg lang Kom op tegen kanker. En dat nummer is gemakkelijk te onthouden. Het is 070-344-144. Inderdaad, dat is het nummer. Maar als u andere dingen nog wil weten, bijvoorbeeld informatie over de actie Kom op tegen kanker, waar u stickers kan bestellen, een lokaal initiatief wil organiseren in je eigen gemeente,
inschrijven voor de cursus stoppen met roken. Ook als u medische vragen hebt, dat kan allemaal beantwoord worden door ons panel hier dat achter ons zit, het telefoonpanel. U kan ook natuurlijk geld storten, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. U doet dat dus gewoon door een telefoonnummer te draaien en dat is 070-344-144. En ook Nederlanders kunnen natuurlijk meedoen. Dan draait u eerst het nummer 32 voor België en dan 70-344-144. Dank u wel voor deze toelichting, Ludgard. En van Gent naar Brussel is slechts een kleine stap. Goedenavond, Gertie en Kurt. Een zeer goede avond, Walter, vanuit een toch wel sfeervol Amerikaans theater. Want wat wij hier gaan doen in het Amerikaans theater, dat is zorgen voor de ontspanning. Tussen al die gesprekken door daar in Gent, gaan wij zorgen voor de gepaste muziek. En welke muziek dan ook nog? Wij houden voor u in petto de dames Bea van der Maat met Wom Tom Tom, Elsje Helewoud en Jolemeer. En de heren Stef Bos, Bart, Kyle, Leijers Michiels en Soul Sister. En natuurlijk, hoe kan het ook anders, de jongens van Clouseau. En ik zei het al, het is een sfeervol Amerikaans theater. We hebben natuurlijk ook een eregast hier en die wil ik toch even voorstellen. Wie we hier in ons midden hebben is niemand minder dan Jean-Marie Pfaff. Maar laat ons eerst eens even kijken hoe ver de NMBS gevorderd is met haar recordpoging en waar de langste trein ter wereld zich op dit ogenblik bevindt. Over naar Reddy. Ja, er zijn blijkbaar een beetje problemen met de verbinding met Gent, maar u hebt de trein zien rijden en hij is inderdaad onderweg naar Oostende, hè Gertie? Ja, maar we gaan ondertussen misschien toch een beetje verder met wat muziek. Sinds ze op haar eigen benen staat, lijkt het alsof ze aan haar tweede jeugd is begonnen en we kunnen ook tevens spreken van een echte comeback. Nou, een comeback, we hebben ze natuurlijk altijd al diep in ons hart gedragen. Iemand, ik mag wel zeggen dat ze van bij ons is onderhand, hè? Want ze woont tenslotte in Vlaanderen. Ze woont zelfs in Limburg, maar ze zingt nog altijd in het Frans. Un mot ne suffit pas. Jolemeer.